Hey guys, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je ziet sta ik voor mijn kledingkast. En dat heeft alles te maken met dat ik mijn kledingkast ga opruimen in deze video. Ik was eraan begonnen en toen dacht ik, stop, hier ga ik een video van maken. Want ik denk dat er namelijk best wel veel weg kan. Ik was mijn kledingkast aan het inruimen, omdat ik een paar weken geleden een kringloopshoplog had opgenomen. Dus ik heb allemaal kleding, nieuwe kleding, die de kast in moet. En toen dacht ik, ja, er kan echt ook wel wat weg wat ik niet aan heb. Dus ik ga lekker opruimen. Ik heb er zin in. Ik ga je even de items laten zien die ik er al uit had gehaald uit de kast. Dat is onder andere deze blouse van de Primark. Die heb ik al zo lang. Die heb ik echt al... Ik denk al bijna 6 jaar of zo. En ik heb hem echt het laatste jaren niet meer aangehad. Dus ik dacht, weg ermee. Zoals je in de Kringloop Shoplog hebt kunnen zien, heb ik een nieuwe zwarte blouse gekocht met body eraan. Eigenlijk omdat diegene die ik had, dus deze, te klein was. En dat klopt, want deze is in maat XS. Dus dat is te kort voor mij. Dus ook deze gaat weg. Hij is nog helemaal niet zoveel gedragen. Maar ja, hij zit gewoon echt niet lekker. En dan draag ik hem toch niet. En ook deze jurk gaat weg. Deze heb ik ook een keer gekocht bij de kringloop. Oh. Zo lang is die. Hij is niet heel lang hoor. Hij komt gewoon tot net, even kijken, boven de knie denk ik. Hij is eigenlijk gewoon hartstikke netjes en zo. Maar hij is te groot. En daardoor draag ik hem gewoon niet. En ik vind, ja, de kleur staat me in principe wel. Maar is vrij donker. Dus ook deze ga ik wegdoen. En dan gaan we nu in de kledingkast kijken wat ik houd en wat ik wegdoe. Of in ieder geval niet wat ik houd, dan moet ik alles laten zien. Maar ik ga voornamelijk laten zien wat ik weg ga doen. Ik was al tot hier gekomen. Ik heb alles op kleur altijd in mijn kledingkast hangen, zoals je ook wellicht ziet, van wit naar zwart. Even kijken... Ik twijfel hier een beetje over, want ik vind hem eigenlijk wel leuk. Hij heeft wel iets, maar hij is een beetje aan de korte kant. En ik hou niet zo van korte blazers. Ik had hem eigenlijk ook een beetje gekocht met als oog op de feestdagen. Maar ook daarin heb ik hem niet gedragen. Ja, ik denk dat ik hem toch niet aan ga doen. Hij is gewoon echt kort. En daar hou ik niet van. Ik hou niet van kort, jongens. Leg hem mee. Oké, eens even kijken wat hebben we verder nog. Ja, deze heb ik echt nooit aan. Die heb ik een keer van een oude vriendin gekregen. En die draag ik echt niet... die tot op heden eigenlijk niet gedragen. Hij is ook wat verkleurd, met name hier bij de hals. Dus ik ga die wegdoen. Ja, deze inderdaad. Hier zat ik al de hele tijd naar te kijken en ik dacht... ik twijfel. En nou denk ik, nee, hij gaat gewoon weg. Ik vind hem gewoon... Hij is wel leuk, maar niet voor mij of zo. Ja, of nou toch weer wel. Oh, lastig. Als ik hem zo voor me zie, denk ik... Ik weet het niet. Ik kan hier gewoon geen kijk op krijgen. En het is ook zo'n raar stofje. Hoor je? Nou ga ik het gewoon... Nou ga ik hem mezelf wegpraten, zeg maar. Grappig hoe dat werkt in je brein. Oké, blijkbaar weet ik dus wel wat ik ermee wil doen. Weggooien. Oké. Die blijft. Die blijft natuurlijk ook, want die heb ik nog redelijk nieuw. Deze wilde ik eigenlijk wegdoen, maar echt in de winter en als het koud is. Ah, ik leef in dit soort vesten, dus ik pak die er zo vaak bij. Gewoon lekker als je in je joggingbroek of zo rondloopt in huis. Dan vind ik dit soort vesten echt een must. Dus ja, deze blijft ook. Ondanks dat die gewoon echt eigenlijk foei lelijk is. Lastig. Deze jurk, ja, die is echt zo mooi. Maar die heb ik al zo lang. Ik heb hem al zo lang dat ik gewoon al ga twijfelen van, moet ik hem niet een keer wegdoen? Terwijl die echt heel erg mooi is en hij staat me gewoon heel erg mooi. Dus ergens denk ik, ja, nog heel even. Ik kan er nog geen afscheid van nemen. Ja, deze ga ik ook wegdoen hoor. Deze heb ik gekocht toen met als oog op, het is een lange... lange blouse. En ik dacht, oh, dit is super leuk. Met bijvoorbeeld een laklegging eronder. En een riempje om de taille. Maar... Nee, of zo. Ik weet het niet. Hij is ook een maat 38. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft dat hij gewoon echt te groot is. Maar goed, dan zou een riempje er omheen... Dan zou dat het goed moeten maken. Maar ik weet het niet. Ik heb er gewoon echt...
geen kijk op kunnen krijgen. Dus ik ga die ook wegdoen. Ik vind de kleur wel echt prachtig. Dus dat is wel echt zonde. Deze, ja. Die heb ik één keer aangehad met kerst dit jaar. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. Dit soort kleuren doen echt zo goed voor mij. Maar volgens mij is het in een maatje M of zo. En hij is gewoon wat aan de grote kant. En ik vind de stof ook niet zo fijn. Ik denk dat ik hem gewoon even ga aanpassen. En dan ga ik wel even kijken wat ik ermee doe. Deze. Ik twijfel hier heel erg aan. Ik vind deze echt heel erg leuk. Gewoon met die franjes en zo. Hij is gewoon echt een beetje bohemian. Ja. Beetje, ik weet niet. Gewoon spiritueel iets of zo. Ja, gewoon lekker bohemian denk ik vooral. Maar hij is gewoon wat te groot. Ik vind de kleur ook echt super mooi. Ik heb hem echt nog geen één keer gedragen. En dat vind ik echt zo zonde dan. Dan denk ik altijd, ja, dan kan ik er beter iemand anders blij mee maken als ik hem niet draag. Het grappige is dan, ik denk altijd bij mezelf, ja, dit is vet leuk. Als ik dan ooit ga kamperen, dan is dit echt helemaal het ding, weet je wel. Dan trek je dat 's avonds aan onder de sterren. Girl, echt serieus, wanneer ga jij ooit kamperen? En als je al ooit gaat kamperen, dan neem je echt de oudste kleding van de oudste kleding mee. Ik zeg maar. Zo romantisch ziet mijn... Dat is zeg maar... expectations versus reality. Zo romantisch ziet mijn beleving in de realiteit van kamperen er niet uit. Dus ik denk dat ik hem maar gewoon weg ga doen. Hierboven, ja. Ik weet het niet. Ik heb heel veel van die naveltruitjes. En dan denk ik... Ja, ik probeer me daar niet zo aan vast te pinnen, weet je wel. Dat ik denk van, oh Sarah, je bent 31, dan kan een naveltruitje niet meer. Want ik bedoel, says who? Ik bedoel, ieder maatje moet zelf weten of je een naveltruitje draagt of niet. Zo ook iedere leeftijd. Dus ik snap anderzijds dat je een oma van 80 niet in een naveltruitje wil zien. Maar ook dan, hey. Leef en laat leven. Maar goed, ik... Weet je wat het is? Ik draag ook heel veel kleding die mij er dan jonger uit doet laten zien, weet je wel. Bijvoorbeeld zo'n naveltruitje. Dan, bij mij ziet er dat, kan het er best wel uitzien alsof ik jong ben. En ik word al jong geschat. Ik word al 24 geschat. Daar maakt zo'n naveltruitje het niet minder op. En ik wil me ook juist wel wat meer mijn leeftijd gaan voelen. Want ik voel me soms ook gewoon echt jong. En daardoor word ik gewoon ook jong geschat. En ik wil gewoon meer, ja, gaan leven naar mijn leeftijd. Ook gewoon, ja, ik weet niet. Ik me gewoon wat volwassener gedragen of zo. Heb je dat ooit iemand horen zeggen in je leven? Die is de weg kwijt. Nee, grapje. Oké. Nee, maar ik voel me daar gewoon prettiger bij. Ik heb gewoon echt zoiets van, step up the game, girl. Volwassen zijn hoort gewoon bij het leven. Dus ja, deze dingen horen daar niet helemaal bij. Maar anderzijds, ik draag ze ook heel vaak als ik gewoon thuis ben. Daarvoor zijn ze in principe prima. Dus dat kan. Ja, deze kan wel weg. Dit is echt, ja, half Pocahontas dingetje. Dit vind ik gewoon niet meer... Nee, zeg maar... Niet voor mij. Nou, deze ga ik ook wegdoen, want die heb ik echt al zo lang en die heb ik nog nooit aangehad. Super mooi vloers, maar ja, hij is gewoon te groot. Deze. Die heb ik toen al gekocht inderdaad. En toen twijfelde ik al, want ik dacht, ja, is dit niet wat... Is dit wel je ding, Saar? En dit is gewoon eigenlijk niet mijn ding, zeg maar. Ik hou niet zo van stipjes en dingetjes... Althans, stip, ja, moet ik het uitleggen? Ik vind dit te tuttig of zo. Gewoon met die mouwtjes zo en dan die stipjes. Dit is gewoon niet mijn ding. Dus dat gaat ook weg. Dit t-shirt ga ik wegdoen. Die is ook wat aan de korte kant. En ja, ik weet niet. De tekst. Nee. Net als deze. Ik vind deze wel leuk. En hij staat ook wel stoer. Met name voor het festivalseizoen is die leuk, zeg maar. Maar er staat op convince me. Nou, je hoeft mij nergens van te overtuigen. Dat als allereerst. En daarnaast is die ook best wel kort, zeg maar.
heb ik nog iets meer van truien? Dat was het moment waarop ik dacht, wat doet die trui daar? Heb ik die trui in mijn kledingkast? Het moment dat je denkt, oh ja, die had ik ook nog. Wat ik wel nog met jullie wilde doen, is rokjes en broekjes voor de zomer. Want daar heb ik er echt heel veel van, zag ik al, die ik toch niet meer aandoe. En dus daar kunnen we nog wel even naar kijken. Ik ga als allereerst met de korte broeken beginnen. Deze van de Cool Cat. Past ik die nou wel of niet? Maar paste ik deze wel? Deze pas ik sowieso van de Zara. Deze is wel leuk. Ik ben echt niet meer zo van de korte broekjes. Ik vind ze vaak echt te kort en zo. En het zit niet lekker, merk ik. Met name als het warm is of zo. Dan denk ik, oh, doe mij maar een rok of gewoon een jurkje. Want zo'n korte broek, dat... Ja, ik weet niet. Ik heb altijd het gevoel alsof ik daar nog meer in uitzet of zo. Deze heb ik nog. Deze is volgens mij... die is ook van de Cool Cat, zie ik. Deze pas ik wel. Wat raar. Ik zie dat die helemaal aan het verkleuren is. Helemaal geel aan het worden is. Dat is gek. Nou ja. Voor die keer dat ik hem aan heb. Deze. Dit blijft nog steeds een van mijn favorieten. Die vind ik echt geweldig. Een keertje bij de H&M gekocht. Deze vind ik ook super mooi. Maar die rits was stuk of zo. Toch? Oh ja, zie je ook wel. Onder is de rits inderdaad. Dat pinnetje ontbreekt. Dus hiervan is de rits stuk. Die moet ik nog een keer laten maken. Want ik vind hem echt geweldig leuk. Deze is van de Zara. En staat gewoon heel erg mooi. Super netjes. En die zit ook gewoon lekker. Dan heb ik er hier nog één. Van de Only. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Want deze is volgens mij sowieso echt... Klein, kort zeg maar. Dat vind ik echt niet lekker zitten. En deze is ook, het past gewoon niet meer bij me, laat ik het zo zeggen. Hier liggen oude broeken, dus die laat ik ook zo liggen. En dan eens even kijken bij de rokjes. Nou, deze vind ik nog super leuk. Die draag ik ook nog vaak, dus die blijft sowieso. Ja, hier twijfel ik een beetje over. Ik heb deze gekocht. Het was de ritsstuk of zo. Dus ik heb er een nieuwe rits in laten zetten. Maar ja, ik vind dit te excentriek of zo. Ik weet echt mijn god niet waar ik hem mee moet combineren. Dat maakt het zo lastig. Ik vind hem wel leuk, want hij heeft wel iets excentrieks en daar hou ik ook wel van. Dus misschien dat ik gewoon met een geel t-shirt een keer probeer. Ja, deze kan weg. Die heb ik bij Ali gekocht. Ja, ik weet niet. Het is gewoon niet mijn ding, merk ik. Deze ga ik ook wegdoen, want ik vind die kleur niet zo mooi. Deze daarentegen gaat weg, want die is gewoon... Ja, ik vind hem echt super leuk hoor. Echt absoluut. Maar hij is gewoon echt te kort voor mij. En ik moet de hele tijd, als ik op straat loop... Ben ik de hele tijd alleen maar aan het hijsen, zeg maar. Of aan het hijsen, aan het trekken aan de onderkant. Zodat niemand mijn blote reet ziet. En dat loopt gewoon echt niet fijn. Dus ik ga gewoon hopelijk iemand anders hier blij mee maken. Deze ga ik denk ik wel wegdoen. Want ik vind hem echt heel leuk. Maar ook weer, hij is super kort. Dus ik hoop gewoon dat ik daar iemand anders dan blij mee kan maken. Deze ga ik ook wegdoen. Oef, wat is daar gebeurd? Geen idee. Iets blauws. Deze ga ik ook wegdoen. Deze is echt te kort geworden voor mij. En is gewoon niet mijn ding meer. En deze ga ik ook wegdoen. Is ook niet echt mijn ding. Oh ja, deze had ik ook nog. Die vind ik op zich nog wel schattig. Die... Laat ik nog eventjes in de kast. En deze, hiervan moet ik de rits nog steeds laten maken. Zo moet die. Ik denk dat ik hem gewoon weg doe. Want anders dan moet ik en de rits laten maken. En ik heb er nu toch al niet echt kijk op. Dus die gaat ook weg. Oh, en dan hebben we hier er nog eentje. Oh ja, deze.
Die is ook weer zo leuk, maar zo kort. Kijk jongens. Superleuk rokje, maar wederom echt, ik moet de hele tijd aan de onderkant hijsen. Of niet hijsen, juist trekken. Ah, ik kan daar echt beter iemand anders blij mee maken. Hoe mooi ik hem ook vind. En dat was hem dan voor deze keer, de video. Ik heb toch nog behoorlijk wat weggedaan. Even een overzichtje van alles wat ik dan weg heb gedaan. Wat een berg, jongens. Jeetje. Ik schrik echt altijd weer van hoeveel kleding ik eigenlijk heb. Wauw. Het is echt goed dat ik dit weg doe. Dus daar ben ik best wel trots op en blij mee. Want het scheelt gewoon zoveel kleding. En ik hoop gewoon echt dat ik er iemand anders blij mee kan maken. Want anders ligt het bij mij maar gewoon in de kast. En dat vind ik altijd een super leuke reden om dit soort video's te maken. En met name om mijn kast uit te zoeken. Want ja, waarom zou je er niet gewoon iemand anders blij mee maken als dat kan? Ik hoop dus dat je de video weer leuk vond voor deze keer. Ik wil je super bedanken voor het kijken. En ik zie je natuurlijk heel graag weer volgende week terug bij een nieuwe video.